Deze halfpop, La Demi-poupée van Hans Bijlmer, is misschien wel het ultieme surrealistische object. Het is een beeld van, nou ja, kinderlijke onschuld, maar ook de vrouw als een soort seksueel lustobject. En in mijn hedendaagse ogen is het ook best wel vrouwonvriendelijk. Deze pop is gebaseerd op een aantal foto's van eenzelfde soort pop die Hans Bijlmer in de jaren 30 maakte. En hij noemde het een kunstmatig meisje met meerdere anatomische mogelijkheden. Dit werk is van uit de jaren 70 en sommige kunsthistorici zeggen ja, hij heeft dit gemaakt voor de commerciële markt. Kan mij allemaal niet zoveel schelen. Ik vind het nog steeds even griezelig en sinister als zijn oorspronkelijke werk.